Ik denk dat er meer mensen zijn die heel hard proberen te veranderen en uh, verschil te maken. Omdat ze zien dat de planeet, het bedrijf, de toestand van de wereld het nodig heeft. Maar eigenlijk vastlopen in hun eigen oude methodes. Welkom bij de podcast waar we conventionele denkbeelden uitdagen en innovatieve perspectieven op leiderschap verkennen. Of je nu een doorgewinterde leidinggevende bent of een aspirant-leider. Ga met ons mee op onderzoek om de complexiteiten van modern leiderschap te doorgronden. Want leiderschap verandert niet. Maar ons denken over leiderschap is altijd in beweging. Dit is Rethinking Leadership, een podcast van TIAS, School for Business and Society. Gepresenteerd door executive professor Roemer Visser. Te gast deze keer bij mij is Johannes Lering. Uh, Johannes ken ik inmiddels nou, zo'n jaar of 15 toch alweer. 2009 volgens mij hebben we elkaar leren kennen. Ja. Um, Johannes uh, is in tegenstelling tot een aantal andere uh, gasten die ik hier heb gehad... Uh, niet of althans nog niet de auteur van een boek. Um, <laughs> maar je hebt wel heel duidelijk je eigen pad bewandeld. En een van de dingen die misschien noemenswaardig zijn... is dat je uh, een hele succesvolle corporate carrière hebt gehad... Uh, op vrij jonge leeftijd. En uh, daar is het natuurlijk niet mee opgehouden, maar sindsdien zijn er allerlei wendingen en ontwikkelingen die, uh, uh, die zich hebben afgespeeld. En uit onze ges eerdere gesprekken is het ook heel erg duidelijk dat je, een he dat je een vrij duidelijke kijk hebt ontwikkeld op zeg maar, dat fenomeen leiderschap. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook de reden waarom ik je hier heb uitgenodigd. We willen graag hè, rethinking leadership. Hè, wat zien we niet goed? Wat zien we verkeerd? Uh, ik heb daar zelf ook mijn eigen overtuigingen over. Dus het lijkt me heel leuk om dat met jou hier uh, te verkennen. Je bent sinds kort, uh, ja, je bent natuurlijk geen vreemde in het spel van ondernemen... maar sinds kort ben je uh, oprichter van uh, The Hidden Transit... Ja. En uh, ik dacht, misschien is dat een leuk, uh, leuk startpunt voor het gesprek. Want ja, dat roept natuurlijk wel meteen iets mysterieus op. Hè? Wat bedoel je, Hidden Transit? Ja. Daar zit een vaste verhaal achter. Dus misschien mag ik jou wel vragen om daarmee te beginnen. Ja hoor, natuurlijk. Die uh, Hidden Transit is een term die is eigenlijk ook gewoon maar opgekomen. Maar dan ga je achteraf de logica zien. Dus het bestaat mm -hmm. een jaar of drie, maar we zijn sinds kort wat serieuzer. En uh, dat is eigenlijk om de behoefte aan mensen die echt een uh, verandering willen echt een, een uh, verschil willen maken een transitie willen maken die mensen, dat zijn vaak mensen die ontzettend ambitieus zijn in de goede zin dat ze echt een verschil willen maken voor een organisatie, een onderneming of in een vak. En die lopen eigenlijk vast op de huidige, je zou kunnen zeggen, denkwijzen en methodes. En hebben die ook vaak allemaal al geprobeerd. Met enige vooruitgang zijn ze daar nou wel gekomen. Alleen, ja, je vraagt, je ziet het op de planeet, deze planeet, de tijd. Alles heeft een mega-transitie nodig. En de mm -hmm. huidige denkwijzen en methodes werken daar niet zo voor. Ja. Dus daar is de hidden transit voor bedacht. Oké. Okay. <laughs> ja. Wauw. Ja, dat, dat is natuurlijk ja. mooi hoog over. Roet, roet ook weer allemaal allerlei andere vragen op. Ja. Um, je je verwees naar huidige denkwijzen die gewoon ja. niet meer werken. Ja. Uh, kan je daar een of twee voorbeelden van geven? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar het belangrijkste is, wat ik misschien nog niet gezegd heb... is het is natuurlijk een reflectie van mijn eigen leven. Want ja. alles wat we willen geven aan mensen... hebben we zelf doorleefd. En anders heeft niet zoveel veel nut, is mijn... Uh, persoonlijke ervaring. Ja. Dus als ik een voorbeeld geef... dan heb ik het over mijn eigen leven. En dat is vaak herkenbaar. En als ja. het niet herkenbaar is... zijn er vaak andere mensen... die wel weer herkenbare voorbeelden zijn. Dan moet je daar weten om het dan ja. maar zo ja. te zeggen. Ja. En kijk, in mijn leven... ik was bijvoorbeeld... Uh, uh, ik heb de eerste tien jaar van mijn carrière... heb ik gewerkt, zeg ik altijd maar... in grote bedrijven. En tot mijn 35 ste En toen ben ik eigenlijk... in uh, dit onderzoek terechtgekomen... En uh, ik geef je een voorbeeld toen ik uh, directeur werd bij HAK. HAK is een bedrijf wat in groentes doet. Mm -hmm. Dus ik maakte die commercials met uh, Martine Bell en dat soort dingen. En ik was sales en marketing verantwoordelijk. Ik was heel jong en ik kwam daar en er moest groei komen. En ik had mijn Amerikaans bedrijf gewerkt waar we alles wisten over dat soort dingen. Dus ik was... Iger, jong en snel. En ik kwam in het dorp Giezen aan. En daar was ik opeens meneer de directeur. En dan zag ik dat Dus dat waren hele andere fenomenen dan in het grote Rotterdam. En uh, nou, een lang verhaal kort. Ik heb daar een jaar of twee, nou een jaar of drie eigenlijk lopen sleuren. Wel met resultaat, maar de verandering die ik voor me zag. Wat er mogelijk was met dat bedrijf, het merk, de mensen. daar kwam er niet uit. En dat was best gefrustreerd over. Ik vond dat er ook echt een leadership issue was. Dan heb ik ook gepresenteerd in de directie en iedereen knikte. En vond dat ook of was geschokt. En uh, nog eerlijker kwam ik natuurlijk vaak gefrustreerd thuis. Zat ik thuis te klagen over mijn collega's, Henk Hak en de rest van het team. Nou, dus uh, uh, was niet zo mooi. Maar goed, dat deed ik, want ik was gefrustreerd. En ik had ook wel. Uh, echt heel veel drive en het gevoel was dat dat niet echt aanwezig was bij de rest. Dat was mijn klacht. Ja. Behalve dan dat ik een keer, uh, ik heb een paar grote inzichten gehad, maar een keer heb ik dat bij Landmark gehad en maakt niet zo heel veel uit, maar daar zat ik in een vervolgprogramma naar mijn eigen gedrag te kijken en ik dacht, laat ik nou toch ook eens dat team eens nemen, want dat deugt niet, want ze vroegen om een klacht. Nou, ik naar die klacht kijken. En ik vond toch echt dat ze, ik gelijk had en dat zij de progress tegenhielden. Maar aan het eind van de dialoog, zal ik maar zo zeggen, van de dag was het wel helder dat degene die de progress tegenhield, die zat in mijn stoel. Mm -hmm. En dat was slecht nieuws. <laughs> maar was ook nogal goed nieuws, want dan kan je er wat aan doen, toch? Ja. En dat had ik echt niet gezien. Uh, dat ik een soort succesformule had, die heet: als je heel hard gaat rennen en heel veel veranderingen doorvoert, vernieuwingen. Nou, dan moet het team wel gaan rennen of een sprintje trekken. om je weer bij te halen. op zijn minst om je te vertellen dat je te hard ging. Dus dat noem ik ook de Johannes-methode. En dat werkte altijd. heeft mijn carrière opgemaakt. Dus nou, dat ging te goed. Behalve dat ik zag dat er met mij niet samen te werken viel. Want als men dan naast me fietste, trok ik weer een sprintje. Dus ik was helemaal niet zo betrouwbaar eigenlijk. Ah, dus ik dacht, ja. hm, dan moet ik dan maar eens gaan vertellen. Dus ik ging naar dat MT toe. Uh, we hadden natuurlijk hele andere dingen op de agenda. Ik zei maar, jongens, ik moet even iets vertellen. Ik heb dit weekend toch wel een uh, paar inzichten gehad. En uh, heel eerlijk gezegd heb ik uh, natuurlijk al best wel lang lopen klagen over uh, dat het niet hard genoeg gaat en al dat. En ik heb dit weekend ontdekt dat de grote grapjas die dat tegenhoudt, in mijn stoel zit. <laughs> Toen viel er zo stilte, zoals nu ook en ze keken allemaal en dan keken ze altijd naar de HR-man. De HR-man was een hele wijs man. Die zei alleen wat als Henk en ik ruzie maakten. En dan was het meestal raak. Moesten wij als kleuters weer even in de hoek. En hij deed hem meditatie er ging drie weken per jaar zat hij in een klooster. En ze keken dus allemaal naar de HR-manager. En uh, die keek ook naar mij aan en die zei hij heeft het door. <laughs> en, <dan was> <laughs> en dat was het. En op zijn giets hebben we het er daar niet meer over. En dat was het. En dan denk je: is dat nou zo belangrijk? Nou, als ik nou een jaar later kijk, dan zie ik dat alles wat ik had willen veranderen, inclusief in de fabriek en op plekken waar ik geen invloed had, was gebeurd. Um, alles was bereikt. Wat de jaren daarvoor dus niet lukte. Ha. Dus dat maakt nogal een verschil. En je kan er allerlei theorie op loslaten, maar op zijn minst is er een methode die werkt van heel hard voor je uitrennen, want dat was je vraag. En denken dat dat heel veel progress brengt, maar een stukje achteruit lopen in mijn geval en gewoon toegeven dat je misschien met je huidige succesformule het tegen hebt lopen houden, waar je ook niks aan kan doen. Je hebt ook programmering. Dat heeft veel meer verbinding gebracht en opeens. Ging Henk en zijn team en alle andere teams die gingen ook meewerken, want die konden mij eindelijk eens bereiken. Dus het is uh, vaak heel anders dan uh, we denken, in ieder geval in mijn leven. Ja, ja, ja. dus je hebt eigenlijk, uh, hoor ik je zeggen, een beetje je eigen weerstand gecreëerd. Ja. En, en hoe verhoudt dat zich dan tot de titel The Hidden Transit? <laughs> Ik denk dat er meer mensen zijn die heel hard proberen te veranderen en uh, verschil te maken. Omdat ze zien dat de planeet, het bedrijf, de toestand van de wereld het nodig heeft. Maar eigenlijk vastlopen in de eigen oude methodes ja. die je hebt opgedaan. Ja. En je zou kunnen zeggen. Um, uh, bij de geboorte van een nieuw tijdperk, dan werken al die methodes niet meer. En dat nieuwe tijdperk is er natuurlijk. Ja. Al is het maar in mijn leven dat ik opeens directeur was en dan wordt er iets anders van je verwacht dan maar iedereen aan de kant schoppen en vooruit rennen. Mm -hmm. Dan vragen ze iets van je verbindens. Dat had ik natuurlijk ook wel gelezen in een boekje op cursus. Maar mijn manier van zijn was niet zo. En ik denk dat er veel meer mensen zijn die herkennen dat ze eigenlijk een veel grotere vooruitgang willen maken dan ja. ze op dit moment maken en dan heel vaak gaan zoeken in een persoonlijk leiderschap of hoe noem je dat allemaal maar in ja. hun persoonlijkheid of in een het... ja. nou en dan ga je allemaal oude dingen oprakelen en dat is misschien niet zo nodig het is alleen maar te herkennen dat je oude methode niet werkt en misschien is er wel een methode noem het dan maar zo of ja. een kijk of een model ja. van de werkelijkheid dat wel werkt en ja, want als je nu stuur je mensen dan op persoonlijk leiderschapscursus, zeg maar, hè? want ze, ze, ze hebben dan toch ergens het idee, daar heb ik wat te doen. Ja. He, dus in die zin ja. is het prachtig, een, een soort van bewustzijn. Van nou, ik, ja. ik ben uh, ja. een speler in het geheel, blijkbaar ja. heb ik wat te doen. Super. Ja. Uh, dat is op zich heel mooi. En dan gaan ze naar wat jij dan een cursus noemt. En wat krijgen ja. ze daar? Dan krijgen ze, gaan, ze, gaan ze naar binnen toe, gaan ze naar hun verleden toe. Ja. En wat is dan in jouw beleving of jouw inschatting, wat is daar de uitkomst dan? Wat gebeurt daar meestal? Ja, allereerst is dat heel nuttig. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En degene waar wij voor werken, zijn zo ver gekomen, omdat ze dat soort dingen ook serieus genomen hebben en ja. gedaan. Alleen hun, je zou kunnen zeggen, ambitie ligt op een hoger level om een groter verschil te maken, of, op zijn minst, dat minder ten koste van je privéleven te doen. Dus er is wel een grotere ambitie. En daar werkt het niet voor. Uh, ten tweede. Uh, zou je ook kunnen zeggen dat uh, de aanname van al die programma's, die ik zelf ook allemaal heb gedaan en in mijn struggles alles geprobeerd, mm -hmm. uh, de aanname van eigenlijk al die uh, aanpakken, is eigenlijk dat er een oorzaak is van mijn probleem. Ah. Dus ik heb een probleem, bijvoorbeeld ja. een leiderschapsprobleem, of ja omzetproblemen, winstproblemen of een klimaatprobleem. En dat moeten we oplossen. Nou, dat is, dat is maar een aanname. Ja. En uh, iedereen die een beetje een progressmaker is... iemand die een verschil wil maken... weet dat zijn agenda vol zit met problemen. Ja. Die je moet oplossen, te vol, om het echte... als je terugkijkt, de echte progress te maken. En ja. misschien is dus dat, dat hele model van de werkelijkheid... dat alles een oorzaak heeft... Misschien wel heel theoretisch en niet echt. Terwijl in de echte wereld, in een ander model van de werkelijkheid, waar de tijd nu om roept, is er misschien een heel andere kijk nodig om echt vooruitgang te maken. Ja, ja. En, en hoe zou je die kijk beschrijven die nu nodig is? Heb je daar woorden voor? Um, ik ga eerst maar even wat symptomen geven. Ja? Um, de symptomen zijn, wat mij betreft, vooral dat je merkt dat het. Uh, zo is dat je met de huidige aanpak een beetje vastloopt. Ja. Of zoals ik, met je huidige succesformule kom je, niet, kom je er niet meer... en je begint te merken dat het een beetje vast begint te lopen. Het tweede wat je kan merken is dat je agenda overvol is... met ja. allerlei changes in het ja. bedrijf die ja. je moet doen, want anders... en dan nog thuis klaar is natuurlijk ook dat je daar niet genoeg doet. En als je dat begint te zien... zit je misschien wel aan het begin van een nieuw tijdperk of een transitie. En wat je dan... Uh, uh, vaak ziet is dat, en dat is eigenlijk wel was de hidden transit. Zien is dat je dus al die fragmenten probeert op te lossen met al je energie die je hebt, maar waardoor er zoveel dingen spelen, abortjes in de lucht, die krijg je niet meer, uh, die krijg je niet meer van de grond. Ja. Uh, je blijft maar draaien en op zijn minst uh, kom, uh, gaat het ten koste van je eigen leven, als je dat wil. Ja. En als je een, uh, Nou gaan we dus in. Uh, woorden probeert te vatten, wat misschien niet zo in woorden hoeft gevat te worden. Mm -hmm. Maar als je ervan uitgaat dat de wetenschap een beetje up-to-date is, dan weten we dat uh, tijd, plaats, oorzaak en gevolg. Uh, nou, om het heel simpel te zeggen, modellen van de werkelijkheid zijn die in ons hoofd leven, maar niet in de werkelijkheid. Hè? Met het kwantumdenken is dat eigenlijk al ja. duidelijk. Er is altijd een. Een creator van werkelijkheid er ook bij betrokken. Dus een observer. Nou, ja. En dan komen ze met woorden als. Het emergeert. Oftewel, er komen, er komen dingen ja. op. En daar moet je energie aan geven. Ja. Nou, die hebben geen oorzaak, maar die hebben een bron, zou je kunnen zeggen. En uh, als je dat leert zien. En dat is denk ik wat belangrijk is. Als je dat leert zien, zie je ook de agenda waarin alles verbonden is. Waarin alles kan emergeren. Dus als je daaraan die bron werkt. Dan emergeert opeens een engaged workforce en uh, high performance en uh, kostenbesparing. En de hele agenda waar jij van weet dat executives vandaag de dag mee zitten. Ja. En dan ook nog met, uh, met een beetje respect voor het klimaat en, en, ja. en je stakeholders. En dat zijn zoveel dingen die kan je niet meer managen. Maar als je aan de bron werkt, zou je kunnen zeggen: lossen die problemen aan de oppervlakte zich vanzelf op. Ja. Uh, als je niet aan de bron werkt, werk je dus aan de uitingen van de bron. En ja, dat is net als onkruidwieden, je blijft ja. bezig. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, we zijn bezig in symptoombestrijding. Ja. Uh, dat is even mijn woord wat ik erop plak. Uh, ja. Problemen ja. oplossen zijn we heel goed in. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook heel fijn om problemen te kunnen oplossen. Ja. Daar voelen we, ervaren we ook een stukje waarde aan. Als we, ja. Zeker als we lastige problemen kunnen oplossen. Ja, maar ja, ja, met elk probleem, probleem dat je oplost, krijg je dan weer twee, drie, vier nieuwe ja. uh, op je bord. Uh, en je zegt ook inderdaad, op een gegeven moment krijg je die diminishing returns? Je, je, ja. je loopt gewoon tegen de grens aan. Dat is een teken ja. dat je anders moet gaan kijken. Ja. En en jij, jij vat dat uh, in woorden door te zeggen: ja, je moet niet symptomen of problemen gaan oplossen, maar je moet naar de bron. Ja. Je moet proberen. En en kan je dat? Kan je, Wat is dat voor jou geweest? Kan je? Heb jij nog een moment voor ogen dat je dacht: van, ah, nu heb ik vat op wat het wat die zeg maar die onderliggende dynamiek is? Ja. Ja. Uh, Poeh, lastig hoor. Want vat krijgen niet op. Nee, <laughs> oké. <Okay. laughs> maar ik weet wel wat je bedoelt. Um, kijk, um, toen ik even dat voorbeeld van hak nemen, toen ik, toen ik zo bezig was met hard trekken, duwen, leiderschap nemen, initiatief ja. nemen, nieuwe dingen, ja, uh, dat had me gebracht tot waar ik was. Ja. En ik was daar super trots op, maar ik denk zelfs dat ik er een beetje mee identificeerde. Dus als ik een test deed, zei ze, zo ben jij. Dat, die test heb ik natuurlijk ook op al ja. die dure managementcursussen gedaan. Ja. En dan zeg je, je bent zo. Nou, en dan ben je zo. En op dat moment ben je een beetje de klos. Want ik dacht echt, dan ben je zo. Dus daar kan niks aan doen. Nu moeten we de rest van de wereld aan gaan passen aan Johannes. Aan, aan, zo is hij. Maar of dat Piet zo is en Jan zo is. En dan is management zorgen dat je elkaar niet te veel pijn doet. Maar dan haal je niet het maximale eruit. Dus toen ik dat inzicht kreeg... zo ben ik niet, maar zo doe ik wel. Ja. Zo ben ik geworden, geprogrammeerd. Dat ja. is mijn manier om succes te komen. Niks mis aan, gaat ook niet weg. Uh, zeg maar, die patronen zijn aangelegd. Maar ik ben het niet. Nee. Dan ben je natuurlijk een groter leider... in jouw woorden ja. gezegd... dan iemand ja. die maar één manier heeft. Ja. Dus toen had ik naast gedreven zijn... ben ik nog steeds... Uh, ik wil nog steeds een groot verschil maken. Kan ik ook goed even een stapje terug zeggen? Sorry, volgens mij was ik even weer te snel. Ja, ja. Dus dan ben je weer verbonden met de bron. En de uiting van de bron was mijn manier van uh, zijn, zeg maar. Mijn succesformule. Maar ik dacht, dat ben ik. Dat dat de bron was. Maar de, ja. de bron, nee, dat was een, een manier om tot een resultaat te komen... waar overigens niks mis mee is. Maar ik had me daarmee vereenzelvigd. Dus alle ja. andere ja. Uh, uh, leiden, uh, noemen ze tegenwoordig leiderschapsmethodes, maar ja. ik noem het manieren van zijn, ja. sloot ik uit ja. onbewust. Hè? Ja. Dat wist ik ja. niet. Want ja. ik had ook wel gelezen dat ik had trainingen van COVID gedaan. En uh, dan moet je eerst ja. te, iemand begrijpen en dan moet je pas gaan praten. Nou, ik was helemaal enthousiast. Iedereen ook op cursus naar COVID, want bij Procter liep die man rond. Alleen na drie weken zat ik natuurlijk ook gewoon weer iedereen in de reden te vallen. En voor mij was dus dat het verschil tussen het huidig model is. Het aanleveren van de waarom je zo geworden bent als je bent. Of wat werkt. De dus zeven methodes. Maar de doorslag gaf voor mij. Uh, dat iemand mij de sleutel gaf tot die zeven gewoontes van COVID. Want die zijn briljant, universeel, komen uit de bron. Er is niks mis aan. De man heeft het ontdekt. Alleen draag dat maar eens over aan iemand die denkt dat hij uh, hard moet rennen en succes moet maken, in mijn geval. Dat ja. is dus niet gelukt. Dat kwam pas toen ik mezelf kon zien. Nou, en yes. daar zijn wel uh, in onze methode, want ik heb daar 25 jaar na dato, want ja. het is ja, 25, 26 jaar geleden wat ik vertel, ja. uh, natuurlijk ontzettend veel geleerd. En nu, en ook een verschil mogen maken voor anderen, maar eerst voor wow. mezelf en mijn eigen. Huwelijk en mijn kinderen. Maar ik heb wel iets geleerd. En ik denk dat je. Ja, ik weet niet of we daarin moeten duiken. Maar dat er wel een aantal building blocks zijn. Die rijken we dan ook aan in de Hidden transit Aan mensen die het verschil willen maken. Ja. Ja. Die je dat ook doen zien. En als je dat in jouw blueprint. zeg maar ook ziet. dan zie je dat ook. Want dan kan je opeens vanuit de bron kijken. in je team. in je agenda van je organisatie. en dan. Kan je langzaam op weg om dat heel holistisch, een moeilijk woord, maar in ieder geval heel vanuit één agenda aan ja. te vliegen? Een ja. transitie noemen ze dat dan. Ja. Maar dat je dan ook wel ziet dat het dus niet twintig dingen zijn die moeten, die allemaal vechten om prioriteit. En dan ga je sessies doen van wat heeft meer prioriteit. Dat is het punt niet. Je moet aan de bron werken. En voor mij is het heel persoonlijk de bron dat je weet dat je niet. Je, kara uh, je persoonlijkheid bent, zeg maar. Dus, ja, dat hoor ik heel erg doorklinken. Dus ja. de, 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 de bron, als je zegt, ik, ik moet de bron zien, wat voor mij doorklinkt is, ja. uh, in andere woorden, ik moet herkennen dat ik aan de bron sta ja. van alles wat ik om me heen zie gebeuren. Ik ben dit aan het creëren, ik ben dit aan het in stand aan het houden, omdat ik me vasthoud ja. aan een oude formule die voor mij in het verleden heel goed heeft gewerkt, ja. maar waar ik nu de beperkingen van ondervind. Ja. Ja, jij kan het veel mooier zeggen. Nee, heb heb ik... ik dat goed, heb ja, ik dat goed begrepen? Nee, zeker. Eh, want ik, eh, als je het even... Zo zag ik het natuurlijk toen helemaal niet. Maar nee, nee. de ontdekking was er natuurlijk één van... Oh, ik doe zo en daarmee schep ik mijn eigen weerstand. Juist. Ja. En toen ik dat niet meer zo nodig had... omdat ik weer gewoon Johannes was en... Naar jou als mens kon kijken en niet door een agenda van ze moeten mee of een resource, ja. Ja. Uh, was ik veel benaderbaarder, leuker, betrokkener, luisterder. En opeens waren die mensen ook niet meer zo in verzet en dwars. Nou, dus achteraf kan je zien dat toen gingen ze wel, in uh, ja. uh, hele oude modellen zeg je dat, toen gingen ze wel volgen. Ja, nou, dat is een onzin, maar samen maar ze konden we iets in. moois creëren. Ja, het is, het is heel heel mooi. Ik moet denken aan, um, aan, aan een oud, uh, best wel oud, verouderd misschien ook wel, uh, maar nog steeds populair model van leiderschap. Uh, dat, gaat een, uh, dat heet situationeel leiderschap. Ja. Nou, dat doet er verder niet zo heel veel toe, maar het idee is, je kan zeg maar mensen uh, in een soort van twee-bij2-matrixje twee indelen waar, waar ze zitten. En op basis daarvan moet je dan je benadering ja. aanpassen. En het is natuurlijk zit er een hele diepe wijsheid achter. Dat ja. je zegt van joh, pas je benadering aan. Op datgene wat, wat voor ja. je verschijnt. Ja. Maar wat jij hierin introduceert, is een enorme complicatie. Mm -hmm. Want jij stelt de, de, eigenlijk is er een grote veronderstelling ja. die niet wordt uitgesproken. Die veronderstelling is dat je de waarheid kan zien zoals die verschijnt. Ja, dat je die situatie kan zien. En jij zegt, die kan je helemaal <laughs> niet zien. Nee, kon ik het maar zien. Want die kon cursus had zien. ik gedaan. Ik die, weet niet waar, maar een of andere ergens ja. heb ik die cursus gedaan. Ja, dus en ik zit... vond het briljant. Behalve dat ik. Niet zag dat deze, dit team voor mij zo had kunnen Ik zag het helemaal niet. Ik creëerde dus een heel andere situatie. Ik, ja. ik had zat allemaal oogkleppen. Ja, oogkleppen, sluier. Er ja. dus zat een soort, een soort van filter op, waardoor je gewoon. Ja. En ja, ja. Je kijkt, we kijken door de bril, maar niet naar de bril. Ja, ja uh, mooi gezien. Ja, ja. Dus, ja. dus je, je weet niet dat je de bril op hebt, nee. tot je hem een keer afdoet ja. of vervangt door een ander. Ja. Ja. En wat was. Was dat moment dat je dat inzicht had, was dat. Ja. Uh, dat moment ook dat je die bril afdeed en naar die ja. bril keek? Nou, verk. Ja. Was dat hem voor jou? Ja, daar waren er wel een paar voor, maar. Ja. En ook duizenden na. Ja, natuurlijk. Moet ik erbij zeggen, maar ja. dat was er zo een. En ja. die was mega, natuurlijk, als het gaat over mijn succesformule. Mijn manier om te, tot de top te komen. Want daar heb ik heel snel gekomen. En ik ging daarna nog sneller. Maar. Uh, Daarmee werd ik niet gelukkig. Uh, en in, uh, ik geloof in management heet dat toch, het Pieter principle ja. van Tom Peters. Dat ja. je groeit tot je eigen level van incompetentie. Nou, de mensen die, die, die wij benaderen, die zitten daar ook allemaal, want die zijn ontzettend gegroeid. Maar ergens loop je vast met die succesformule. Ja. En moet je gaan kijken, in plaats van doen. En, maar hoe moet je dan kijken? Want als je naar een psycholoog gaat, dan ga je naar de oorzaak kijken. Juist. Dus niet dat dat goed of fout is. Dat ja, is papa, mama. Ja, en, dat, ja. Nou, en daar heb ik niks tegen. Want ook daar heb je leren kijken. Ja. Maar dat is een andere manier van kijken naar papa en mama... dan dat ze de oorzaak zijn. Juist. Dat is en het. ik heb wel programma's waarom ik zo moest presteren. En dat begon natuurlijk ook zeker om mijn moeder en mijn vader iets te bewijzen... Maar dat is niet zo heel relevant. Wat wel relevant is, is dat ik dat als kind besloten heb. Oftewel, mijn programma, ik was... Mijn bron was kennelijk perfect en heel en uh, onaangedaan uh, en niet gekleurd. Want die nam alles wat ik uit mijn omgeving kreeg ook maar op. Uh, 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 ik zou zeggen, dertig jaar later nam ik niet zo heel veel meer voor wijsheid aan. Ja. Maar als kind sta je nog redelijk open. Ja. Dus eigenlijk was dat best mooi. Maar het programma werd geschreven. En je zou kunnen zeggen dat je... Wil je echt een transitie maken, wil je echt progress maken, hè? Uh, echt buitengewone progress maken, die leiders heeft deze planeet nu nodig, ja. dan moet je wel gewoon naar die programma's gaan kijken en ontdekken dat je die programma's niet bent, maar je hebt ze wel geschreven op je eigen ja. harde schijf. Maar je bent, je zou kunnen zeggen, de, de als je dezelfde metafoor, de hardware. Ja, de, ja die is onaangedaan. Ja. Die is krachtig, die hoeft helemaal niet veranderd, er is niks mis aan. Maar als je weer weet wie je bent, hoef je ook niet te veranderen. Uh, Kun het, het laatste verhaal? Als je weer weet wie je echt bent, ja. ik zeg dan nu even wat rijker, ja. dan hoef je ook niet te veranderen. Ja, 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 ja. En dat geeft een ontzettende kracht. En dat is denk ik wat we zien in hele inspirerende mensen die het verschil gemaakt hebben. Die weten wie ze echt zijn. En ja. niet zoals ik. Mijn programma van succes. Want daar loop je op vast. Ja. Er komt een situatie dat je dat niet meer werkt. Bijvoorbeeld daar waar je te grote organisatie, in mijn geval onder je hebt, zoals dat dan heet. Eh, die kan je niet allemaal meer met duwen en trekken in beweging krijgen of met je agenda. Dus dan moet je bijna een soort apostel worden... of met woorden een context creëren... waarin iedereen het beste in zich boven doet komen... en zich ook ja. herinnert dat je meer bent dan je succesformules. En als je dat doet, en dat heb ik de vijftien jaar daarna gedaan... krijg je resultaten, dat, dat kan je helemaal niet bevatten. Ja. Dat was mijn tweede missie. Aantonen dat die enigszins... Hoe noem je dat? Uh, vage... Uh, Inzichten, ja. dat die dus een veel betere performance opleveren voor ja. organisaties, voor maatschappijen, voor, voor alles, voor ziekenhuizen waar ik ook maar geweest ben. Maar ik moest voor mezelf soort bewijzen laten zien dat die kijk waar je zelf dus veel fijner in je vel komt te zitten, ook al die resultaten waar je op uit bent, omdat je nou helemaal gedreven bent en iets voor de wereld wil betekenen. Uh, maakte veel meer nog dan dat. Dus het is een uh, model van de werkelijkheid dat zorgt dat je privéleven werkt en je agenda werkt in de zin dat je agenda om een veranderingen ja. door te voeren. Maar je zou kunnen zeggen als jij en ik nu twee minuten stil zijn, wat in een podcast natuurlijk niet zo handig is, <laughs> en onze focus doen op onze adem. Mm -hmm. En dat kan de luisteraar ook doen. En eens stil gaan zijn. En jezelf de opdracht geven. Net als je jezelf de opdracht geeft om effectief mensen te zijn. Of uh, boodschappen te doen. Je adem te volgen door je neus. En te kijken: komt het er nou links in of rechts in? Gaat het er warmer uit dan het erin kwam? Kan ik dat voelen? Want theoretisch moet dat zo zijn. Als het tenminste binnen 37 en buiten 20 is. Nou, doe dat dus twee minuten. En merk dat je bij de eerste afleiding al in je hoofd zit of een getikje hoort, want dat doe ik nu op de tafel, dat mag niet. Maar in ieder geval uh, dat ik dat soort dingen dus ja. doe, ja. nou dan zou je kunnen zeggen als die mind, als ik die niet in controle kan hebben, dan heb ik wel een probleem. En Dat heb ik pas vrij laat ontdekt hoor, deze duizenden jaren oude werkelijkheid. Dus dat noemen ze one pointedness of mind, of mind focus noemen wij het ja. soms. Ja. Maar zonder dat kan je niet scheppen. Je kan ook zeggen: dan heb je geen bewustzijn om energie ergens op te richten. Terwijl ja. je denkt dat je dat wel hebt, maar probeer het eens twee minuten. Ja. En doe elke dag de test. Dan word je in ieder geval humble. En dat schijnt een mooie leadership methode te zijn. Ja, mooi startpunt. <laughs> Want je kan dus nog niet twee minuten jezelf een opdracht geven. Die gedachten zijn de baas. Dus als je zegt: ik moet even denken, dat is highly overrated. Meestal denkt het en jij vliegt erachteraan. Ja. Dus die. Corners, als je dat niet traint... Het is gewoon trainen, maar dat kan in twee tot vijf minuten per dag. Dan kan je die transitie gewoon niet maken. Het kan niet sustainable, is ook een mooi woord tegenwoordig. Ja. Nou, dat kan niet sustainable zijn, want dit is niet sustainable. Je, 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 je ability to focus is dat niet. Um, dus dat is gewoon iets... Dat is één van de voorbeelden van die cornerstones. En er zijn ja. er een paar... De andere is integriteit, daar weet je veel ja. van. En daar bedoel ik mee wat mijn vrienden bij Fokker toen we daar werkten met integriteit noemen. Dat is gewoon het ingenieurswoord. Namelijk, integriteit is niks moraals, moreels, want dat is een invulling van jou en mij, en daar kun je ruzie ja. over maken. Ja. Uh, maar je zou kunnen zeggen, integriteit is de staat van perfectie. Perfect voor waar het voor gemaakt is. Ja. Dus ja. ben ik op dit moment perfect? Waar ik voor gemaakt ben, ja. Kijk naar de resultaten van mij en mijn organisatie. Dan waarschijnlijk heeft dat integriteit. Maar waarschijnlijk heb je een veel grotere ambitie. Nou, dan weet je dat, dus, de integriteit van je organisatie het eerste is waar je aan moet werken. Want de integriteit is genoeg om dit fundament te dragen van drie verdiepingen. En je wil naar zes. Dan moet je ja. aan je fundament werken. Dat ja, ja, ja. is wat het integriteit ja. eigenlijk zegt. En persoonlijk, dus, te ontdekken dat je die. Ik zeg het dan maar even in de metafoor hardware ben en niet de software. Dus je bent perfect. Ondanks die rare software die ik in mijn hoofd had, die allerlei kritiek gaf: Je moet beter Johannes, je moet ja. nog meer, nog harder rennen. Um, was de hardware onaangedaan. Maar het duurde dus 35 ja. jaar om dat te ontdekken. Ja. Ja. En toen viel het dus echt letterlijk die schermen van mijn ogen af, die schellen van mijn ogen af. Okay. Dus dat is wat de tweede pilaar: integriteit is. En daar hebben we allerlei tools en dingen voor. Op een hele pragmatische manier. Om je team ook alsof ze met elkaar de trapeze ingaan. Dat noem ik als voorbeeld altijd. Het is leuk omdat jij en ik vrienden zijn in de kroeg. En we hebben best wel integriteit. Maar op het moment dat we zeggen... nu gaan we samen de trapeze-act doen zonder zo'n zo zo vangnet. vangnet ja. mm. Dan heb ik nog wel een paar vragen. Waarom jij laatst te laat was. En, uh, nou, dus, je ziet dus dat... De context van de uitdaging waar de planeet voor staat, vraagt dus om een ander level van, van integriteit. Dat, ja. dat is dus niet goed of fout, dat is gewoon een dieper fundament, zo noem ik het dan maar. Als je daar niet aan werkt, ja, dan stort alles wat je doet in. En ik denk dat heel veel luisteraars daar die ervaring hebben: dat je zoveel implementatie-issues hebt, mensen die hun beloftes niet nakomen, suppliers die het niet doen. Ja, maar is je verbindenis met die supplier, zoals ik die had met Henk Hak en mijn collega's, is die wel krachtig genoeg? Nee, want ik zag ze als een instrument in mijn eigen succesverhaal. Ah. Zo ging ik dat natuurlijk niet redden. Dat is natuurlijk wat ik ontdekte. Pas, als we het samen gaan doen, maar dan niet als onderdeel mijn film, maar dat we samen film gingen maken. Ja. Toen hadden we een integriteit om op een heel ander level te presteren. Want in mijn afdeling liep het perfect. Om het dan maar toen even terug te halen. Dan was het misschien wel een tien. Ja. Maar als totaal een zes. Want ik had natuurlijk geen hiërarchie over de anderen. De ja. fabrieken en de RD. Ja. En al die mensen die ik hard nodig had in mijn succesfilm. Dus toen zijn we met z'n allen die film gaan maken. En elke organisatie die dat doet, dat noemen ze Aligned. Die zit op een lijn. Nou, dat is wat integriteit kan brengen. Daar zijn tools voor, middelen voor. Ja. Maar wederom, je moet zelf ook iets ontdekt hebben als uh, executive die daar leiding aan geeft. Is mijn ervaring, wil je het sustainable doen? Je kan dat niet door een bureau even laten doen. Want dat start ook weer in naar het level van bewustzijn van degene die de context houdt van de organisatie. Ja. Dus je moet beginnen met werken en daar richten we ons op met mensen die die verandering willen maken is makkelijk om ja te zeggen tegen ja we moeten een verbinding met elkaar opzoeken we gaan uh, een meerdaagse heissessie. sessie gaan we even een biertje drinken een ja. beetje een vlotje bouwen verbinden. een beetje verbinden maar ja. dan vaak lukt het dan toch niet hè? nee, is, nee dat... heb, heb jij zicht op vanuit jouw perspectief ja. wat 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 staat dat nou in de weg nou dat hebben wij natuurlijk ook allemaal gedaan en ik zeg ook niet dat je het niet moet doen mm. Ik zeg alleen waarschijnlijk wordt het gezien als een waarde op het moment dat we dan weer bij elkaar in de boardroom zitten... en we gaan 100 miljoen besparen... ja, dan uh, neemt iets anders... net als in die oefening van twee minuten even je adem, adem focussen... wat je dus niet lukt, neemt iets over. Andere gedachten. En dat noemen ze in de hersenwetenschap... Uh, noemen ze dat reptilian... Uh, ja. nou, ik uh, noem het je stem in je hoofd, die neemt het over... En jij zit gewoon niet meer in de regiestoel. Dus al die goede voornemens die je had. Die heelheid die je ook voelde in de natuur of op de hei. of de goede cursusleider. die gaat het raam uit. En je moet je mensen juist, laat ik zeggen. bevrijden van uh, dat ding. die stem in mijn hoofd. die mijn regiestoel overneemt. Dus je kan wel de hei op gaan. dus dat doen wij ook. Maar je moet mensen eerst leren dat er iemand de regie heeft overgenomen. als het spannend wordt in je hoofd. Nou, dat, dat, dat ga je echt alleen maar onderzoeken. als je een progress maker bent. Iemand die meer progress wil maken dan je nu ja. maakt. Ja. En dan denk je... oh ja, dat is wel waar. Ja, als ik twee minuten moet focussen. Denk, denk, ga al mijn aandacht naar die stem in mijn hoofd. Dus kennelijk ben ik mijn stem in mijn hoofd niet. En ten tweede, zit daar dus iets in de regiestoel. Want ik zeg alleen die adem. En iets anders neemt het over. Nou, dat gebeurt dus ook als ik mijn kwartaalcijfers niet haal. En dan word ik opeens een beetje narrig. Terwijl ik als CEO op het nieuws en in die, al die praatprogramma's over klimaat en dit. ben ik helemaal die inspirerende man. Want daar ben je namelijk ook. Mm -hmm. Alleen in die meetings ben je horrible en de engagement levels in het bedrijf gaan omlaag. En je begrijpt het niet. In de buitenwereld ook niet, want je bent zo leuk. Nou, dan is er gewoon te ontdekken dat iets het overneemt. Ja. En dan kan je eigenlijk alleen maar. ...met je eigen wilskracht. Dus je moet zelf dat willen ontdekken. Dat ja. je progress making... ...ambitie groter is... ...dan de status quo. Dat, ja. Uh, ja, dat je, dat, dat je daar vast blijft houden. Dat ja. heb ik allemaal niet. Nou, dat heb je dus wel, want ik ken geen mensen die het niet heeft. Het punt is... ...je moet wel weten waarvoor je dat wil ontdekken. En je moet het waarschijnlijk ontdekken... ...met mensen die daar net zo hard mee struggelen... ...en dat durven toe ja. te geven. En niet te zeggen, nou, ik ben er al door... Want Johannes kan het wel. Nee, ik struggel daar ook mee. Ik hoor eigenlijk een soort van twee, um, noem het maar even modellen, doorklinken die, uh, die we voor lief nemen. Ja. De ene is dat we uh, zicht hebben op de, de, dat de werkelijkheid buiten ons objectief bestaat. Mm -hmm. en, dat, en dat we daar zicht op hebben. Dus ja. Ja, er is een, een ruimte waar wij nu zitten. En er is een tafel tussen ons twee. We hebben microfoons. Ja. Johannes zit daar. Ik zit hier. En ja. ik heb dus een plekje in die objectieve werkelijkheid. En het hangt allemaal van, van oorzaak en gevolg aan elkaar. Ja. Ja. Dus, dus dingen over um, emergeren. Daar is eigenlijk niet zoveel ruimte voor nee. in, in dat model. Nee. Het tweede stuk is de, ook een, een veronderstelling dat uh, de roemer die hier zit, die is, die is zus. En de Johannes die daar zit, die is zo. Ja. En dat, dus die beiden uh, gooien overhoop. Ja. Um, dus het, het, en het klinkt allemaal heel abstract en filosofisch. En ja. tegelijkertijd ja. is het er ook heel veel diepgang. Dus ik hoop dat we het een beetje ja. tot leven kunnen laten komen. Van ja, maar alles wat, alles wat voelt als een soort van afweging... tussen bijvoorbeeld hard werken ja. en thuis ja. rust kunnen nemen. Ja, ja dat, is, dat is een weerspiegeling van je eigen denken... en ja. niet van de werkelijkheid ervan. Ja. Want je zit vast in het oorzaak gevolgdenken, waarin ja. er is een zero-sum game. Nou, dat, dat, moet je dan, dat kunnen we wel zeggen, maar dat moeten mensen zelf ja. ontdekken. Maar het andere, wat misschien nog wel toegankelijker is, is de ja. erkenning van, oh ja, wacht even, er zijn, er zijn verschillende ikken. Ja. Er is de ik die angstig is, er is de ik die geïnspireerd is, er is de, 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 de zijn natuurlijk ontelbare ikken. En als, dat, als je dat inderdaad accepteert, dan wordt de vraag, ja, welke ik heeft nu de microfoon? Ja. Um, want inderdaad, het, de, wij identificeren ons met onze gedachten. We, we, we krijgen een gedachte binnen, oh, dat denk ik dus. Ja. En, en dat hoor ik je heel erg zeggen: van, dat we ons daaraan ja. onttrekken. Ja. En een soort van een, 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 vanuit een derde positie, de observerende ik aanleren zetten via bijvoorbeeld meditatie. Ja. Ja. Om, 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 dat, om, om het grotere plaatje te zien. Heb ik dat goed begrepen? Ja, en op zijn minst door de werkelijkheid te zien en de remmers zaten in mijn die zaten bij mij ja als ik het over het, het voorbeeld heb ja precies en ik kan je wel een voorbeeld geven van een bedrijf ik zal de naam niet noemen maar het was een super mooi bedrijf met een ketentje uh, van tankstations en die uh, hoofdpersoon, de eigenaar, die wou er echt een mooie tent van maken. Mooie mensen, ownership, uh, dit en dat, heel anders dan vroeger. Maar hij liep na drie maanden al vast, want ik kreeg een brief van zijn personeel en zei: Ja, wij doen niet allemaal mee hoor, al die vernieuwing. Nou, zo kwam die terecht bij mij op dat moment en toen zijn we dus aan de slag gegaan. Niet met die mensen, maar omdat zijn commitment groter is dan dat hij boos was, uh, om te gaan ontdekken. Uh, hoe heb ik nou al die tegenstand weten op te wekken? Want ik heb zo'n ontzettend goede bedoeling, voor hun ook. Want hij wou juist mensen zelf sturend maken en weet ik al die moderne woorden en daar was niks mis aan, maar hij kwam er dus achter, dat hij dat zichzelf noemt, dat hij een drammerig, uh, een drammerig, nou, dan komt het woord van zijn dorp, misschien zal ik maar niet zeggen, maar in ieder geval een, een drammerig persoon was, wat de hele zit zat te duwen en die mensen hadden er gewoon geen zin in. Ja. Die wou gewoon rustig een beetje werken en dat was wel goed zo. Um, maar daarmee had hij dus zijn eigen weerstand gecreëerd en pas toen hij ontdekte dat hij, dus die personen die ik daar ook medeschep, want bij iemand die zit te drammen, als tegen iemand mij zit te drammen, is een natuurlijk natuurwet van energie, dan gaat de ander proberen dat drama te vermijden. En als je dat dus niet ziet, omdat je zo nog niet one-pointed van je mind bent, wat je in een paar minuten per dag kan oefenen. Um, dan zie je de werkelijkheid niet. Dan denk je daadwerkelijk dat je een change-programma op die mensen los moet laten. Nou, als we dat hadden gedaan, dan hadden we nog meer ellende gehad. Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben, is met hem ver genoeg gekomen. zodat hij dat met zijn team kon delen. Zoals ik dat ook kon doen met uh, Hark, als voorbeeld. En toen konden we dat met het hele bedrijf delen. En dat was spannend. Dat was heel spannend voor hem ja. met name. Ja. En dat was ook gewoon echt een verzetsbeweging. Die zat in die paar dagen gewoon de helft van de tijd buiten. Uh, die kwamen niet. En, uh, nou. en daar hadden we dus een voorbeeld. Dat gebruikte degene die het programma met mij leidde. Als voorbeeld van dat, uh, laat ik zeggen, dat uh, reptiele brein, laat ik maar even zo noemen, die stem in je hoofd. Dat die, dat die zo vasthoudend is aan zijn gelijk. Dat je bereid bent te sterven en dat voorbeeld noemden ze dan hoe ze aapjes in de jungle vangen. Dan doen ze dat met zo'n val waar een banaan zit en dan uh, doe je je hand erin en dan kan die banaan niet meer uit die val. Nou, die hele jungle zit dus vol met bananen, uh, overal bananenbomen, maar de aap wil deze en laat hem dus ook niet los en kunnen we een aapje vangen. Nou, ja, dat voorbeeld hadden we gebruikt. De dag erna dachten we: nou, dit is de laatste dag, hopen dat er iets gebeurt in dat hele. ...cultuurprogramma, whatever hoe het heette. Ik weet het niet meer. En uh, nou, s'ochtends uh, vroegen we altijd... ...heeft er iemand een inzicht of wat te delen? Nou, toen kwam die hele groep naar voren lopen. Ik dacht, oh, nou hebben we hem. Dat was de verzetsgroep Oost of West... ...weet ik hoe ze heette. Maar ze hadden een naam. En uh, die hadden dus een hele krat bananen gekocht. Een kist bananen kwamen ze naar binnen. En die gooiden ze echt zo op de tafel voor de baas. Nou, ik ben hier niet veel van die cursus... ...maar uh, hier gaan dan alle bananen... <laughs> En toen was het klaar. Toen was het klaar. Toen was het klaar. Ze hadden gewoon gezien dat dat niet in hun interesse was... om ja, ja. dat gelijk te houden. Ze hadden gezien wat een frustratie en een boosheid... en een energieverlies. En of die ander nou gelijk had, het kost gewoon te veel. Ja, ja. En dat is wat ze hadden gezien. En dan zou je kunnen zeggen... dan pas is er weer een gesprek mogelijk... tussen de drammers drummer, van boven... en de verzetsbeweging van beneden. Nou, ja. dit is een hele heftige voorbeeld... maar het geeft zo'n mooie aan... Hoe het ook in hele nette professorenomgevingen... waar ik gewerkt heb, of ja. in ziekenhuizen. Ja. Maar ook in Afrika waar ik gewerkt heb... waar gewoon stammen elkaar een paar maanden daarvoor... de kop in geslagen hebben. En die moesten dan online uh, op de theeplantage in Kenia werken. Ja, dat ging dus niet zonder dat je... Uh, dat ik zeg maar dat tribal racisme ter discussie bracht. Ja. Want bedoel, je kan... Uh, Heel mooi gaan praten over al Helene en weet ik wat. Maar als de een de ander dood wenst, dan begrijp ik je wel goed dat als ja. er iemand dan in gevaar is, dan krijgt hij een duwtje mee, maar niet, uh, wordt niet gered. Welke ja. procedure je ook doet. En daar lukte het ook. Dus eigenlijk wat ik ook hoor doorklinken... is op het moment dat er een soort van wij-zij in is geslopen... Een, ja. Een, een, ja. een vorm van polarisatie. Het probleem zit daar. Ga je die gasten maar je ja. een schop onder achter te geven... want ja. die houden het tegen. Ja. Dat fenomeen is een teken dat je zelf ja. iets te doen hebt. Dat je zelf iets te ontdekken hebt. Ja, ja. 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 dat is een mooie. In mijn eigen wereld was dat de, de, de zij... die niet vooruit te branden waren in Giezen. Ja. Nou, dat tegendeel was waar. Ze wilden graag meedoen. Ja. alleen ik liep in de weg met mijn sprintjes ja. Ja. Um, en ik luisterde niet. Ja, dus ik denk dat je het uh, mooi verwoord. Uh, ja, dat is zo. De, de, de polarisatie is eigenlijk hoe die waarneming werkt. Hè, zou je kunnen zeggen. Uh, je, je creëert een beeld buiten, maar dat is altijd vanuit een assumptie wie jij bent. En die assumptie is niet dat je heel compleet en perfect bent, want dan zou je er niet zo beangstigend mee omgaan. Ja. Maar even heel praktisch voor CEO's... voor mensen die een change agenda hebben... hoe meer change je op je agenda hebt staan... hoe dieper je in de problemen zit... en hoe dichter bij het faillissement. Ik heb toevallig dat gestudeerd, faillissementsrecht. Maar je, we hebben bij KLM gezeten... met een Air France groep, een groep Nederlanders. Er moest nog onderhandeld worden of het niet in het Frans moest... want dat vond de vakbond, maar dat was oké. Okay. En uh, toen hebben we het uiteindelijk in het Engels gedaan... En daar ontdekten we eigenlijk dat, naarmate het slechter ging, er meer change-initiatieven over de troepen werden uitgegooid. En ze boven dus gekker werden van al dat gemanaged, want de tegenstand werd ook groter. Dus hoe meer je op je bordje hebt, hoe meer initiatieven je weer bedenkt, of de groep bedenkt, of de consultants om je heen bedenken. En jij accepteert, want dat hoort er dan ook bij. Hoe meer je in de problemen zit, in dat wij, zij denken waarschijnlijk. En dat valt echt weg als je de ontdekking doet van de bananen, om het dan maar even ja. terug te brengen naar ja. dat mooie bedrijf die de moed hadden om in de spiegel te kijken. En weet wel dat dat bedrijf een jaar later uh, tot de beste keten is uitgekozen van Nederland. De klanttevredenheid was op recordhoogte. De winst die kwam je oren uit. Je kan het niet noemen wat er allemaal aan business dingen was. Die werkte. Er zijn echt wondertjes gebeurd, want het was een klein ketentje tegen hele grote multinationals, maar zij kregen alle prijzen. En ja, dan krijg je daar dus allerlei case studies over, maar niemand zoekt het hier. In de doos met bananen, om het dan maar zo te zeggen. <laughs> niemand zoekt het daar. Ja, dus in theorie klopt het. Ja, dus die polarisatie van de waarneming leidt tot. Heel veel change initiatieven. En daar kan je het aan zien. Maar dat kan je ook zien in je privéleven. Als je heel veel change initiatieven in je huwelijk hebt. Dan... <laughs> of door een keer nou ja, te wisselen. Nou, misschien moet je eens naar je kijk gaan kijken. En loopt het probleem met volgende huwelijk binnen. <laughs> maar goed, dat heb ik zelf ook de schade en schande mogen ontdekken. Alleen binnen mijn huwelijk, gelukkig. Ja. Maar goed, dat is hetzelfde. Dat bedoel ja. ik te zeggen. En als iets goed is, als het aan de bron staat. Dan werkt het miraculeus in je privéleven en in je zaken. Ja, want het werk-privé dat is uiteindelijk ook een kunstmatig onderscheid, ja. ook een vorm van ja. polarisatie. Ja. Als iets thuis op je kinderen niet werkt, zou ik die managementmethode maar thuis laten in je boardroom. Ja. Ja. <laughs> en toch doen we hele rare ja. dingen, toch? Van die tools in het bedrijfsleven of in ziekenhuizen, waar dan ook. Die, als je die bij je kinderen zou doen, dan zou je, dan, als het tiener waren, zou je een paar vingers krijgen. Maar ik weet wel welke. Maar in ieder geval niet degene die je hoopt te krijgen aan engagement. Dus het, ja. het, het is een hele goede test. Maar voor mij is het vaak het bewijs, hè, denk maar aan mezelf toe, toen: het bewijs dat je met het verkeerde model aan het werken bent. Ja. Dus je doet niks fout, maar het is het bewijs dat je denkt in compartementen: ja. privé, zakelijk. Ik en mijn team, precies wat je zegt. Maar er is geen wij ervaring. Nee. En als je dat hebt, heb je één missie in zo'n organisatie of in een huwelijk. En dat gaat veel lekkerder, want dan praat je altijd daarvan uit. En als ik jou zo hoor, dan is dat eigenlijk de hele transit. Dus dat je, ja. als je dat ontdekt, heb je een soort ja. Ja. van uh, kortsluiting, of een shortcut, of ja. ik weet niet hoe het uh, een geheime doorgang gevonden. Ja, wat ik zei over Ikea. Ja, vertel dat even. <laughs> nou, als je in Ikea komt, dan is een van de grote frustraties als je een schroeven draait of iets nodig hebt. Dan moet je helemaal door al die hele meubelboulevard. En dan nog de toiletten en dan nog dit. En dan een trap naar beneden en dan mag je eindelijk uh, uit het uh, ding iets pakken. Maar er zijn dus, dus voor mensen goed te weten, geheime doorgangen. waardoor je dus dat allemaal niet hoeft. Maar die ja. moet je wel kennen. Ja, nou, en ik. Dacht eigenlijk, nou, dat is misschien wel de transit waar we het hier over hebben. Ja. Geheime doorgang ja. naar hyperperformance of een transitie naar uh, en prestaties voor je onderneming, en het klimaat. En alles wat je aan tegenstellingen tegenwoordig vindt. Alleen de transitie is er een van being. Pulled by, uh, nou, chased by the past, hoe noem je dat? Je wordt ja. opgejaagd door je verleden. Je moet verder, je moet verder. Je bent echt zo'n strijder die voorop gaat, zo'n gevoel had ik. En je liep maar in dat elastiek. Ik ben een beetje schaatsers. dus dan heb je zo'n elastiek dat je afremt. En dat wordt steeds weer opgerekt en je komt niet meer verder. Nou, dat is eigenlijk, prachtig mens ben je eigenlijk. Wat een ontzettende, ja commitment aan deze planeet heeft... anders zou je niet zo rennen. Ja. Maar er is iets wat je voortjaagt. Je komt nooit tot rust. Ja. En ja. die rust is zo belangrijk. En als, dat dus, als je dat ontdekt... als je zo iemand bent... en je ontdekt... dat datzelfde commitment... want dat gaat niet weg... maar dan wordt het eigenlijk puur intentie. En dat is dus... door de toekomst word je erin gezogen. De toekomst die je gecreëerd hebt... zuigt je... Dat is wat progress is. Dat is wat deze tijd nodig heeft. Als jij staat in de toekomst, kun je mensen naast je staan. En dan word je eigenlijk met wind mee naar nou, die toekomst geblazen. Ja, ja. In plaats van dat het verleden je achteraan zit. En dat geeft een ontzettende gemoedsrust, een ontzettende kracht. En jij noemt dat vermogen. En ik vind dat mooier. Uh, want er zit geen beweging in. Het is er gewoon. Mm -hmm. En het kan aan, het kan uit, het kan stilstaan. Maar. Eigenlijk is mijn ervaring... elke keer weer als ik één ontdekking deed in mijn leven... werd ik meer door mijn intentie... ze roepen dat tegenwoordig je purpose... of mm -hmm, je, mm -hmm. je, je bedoeling in het Nederlands... word je erin getrokken. Dan ontvouwt emergeert... Ja. ontvouwt die toekomst zich moeiteloos... bijna alsof je... op het moment dat ik stopte met hard trekken... daar bij Hak in het voorbeeld ontvouwde zich een heelheid ontvouwde zich een heelheid die 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 veel groter is dan ik en ja. gingen dat met z'n allen doen. Nou, dat is de, het gevoel wat ik iedereen gun. Ja, en als je het je... over een paradigmaverschuiving dan is dat een hele dat is dat een hele essentiële. Ja, prachtig. Ja. 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 Johannes, dankjewel voor het prachtige gesprek. Ja. Graag gedaan. Ik vind het lekker het als er iemand zo krachtig luistert, ah. dan komen er mooie dingen uit. Ja. Want dat is uh, het geheim natuurlijk. Ja. Dankjewel.